Door naar de VVD, want die is boos op uh, defensieminister uh, Ank Beileveld. Over een zogenaamde laconieke houding in het Irak-debat. Zo noemen zij dat inderdaad. De mensen van de VVD zeggen tegen de Telegraaf deze ochtend. Ja, het was eigenlijk heel simpel. Je moet open zijn, de fout toegeven en excuses aanbieden. Maar zij vinden dat ze laconiek heeft gereageerd. En zelfs dat ze voorganger Hennis drie keer onder de bus heeft gegooid. De minister die dacht het debat schadevrij te doorstaan. Maar ze eindigde toch enigszins gehavend na dat debat. Het ging natuurlijk over de luchtaanvallen van Irak op Irak. Uh, uh, in Irak vanuit Nederland, waarbij burgerdoden vielen. Haar optreden wordt in de telegraaf dus omschreven als laconiek, lachend en in een kostuum. Een liberaal die zegt zelfs, er had ingegrepen moeten worden, bijvoorbeeld de fractievoorzitter Pieter Heerma. Nou, meneer Heerma, we horen dus uit de verschillende kanten dat u had moeten ingrijpen. Waarom had u, heeft u dat niet gedaan? Ja, het is sowieso een beetje een rare gedachte. Dit is een debat waar de minister van defensie ...zich staat te verdedigen tegen een, een fout uit het verleden... ...of een hele ernstige zaak waarbij burgerdoden zijn gevallen... ...met een, een militaire aanval. Ik, ik herken ook het beeld dat dat lakoniek geweest helemaal niet. Het was een heel pittig en zwaar debat... waarbij de de minister, ook het vuur aan de schenen is gelegd door zowel coalitie als oppositiepartijen. Maar de schuld dus ik heb... afschrijven op de voorganger, dus mevrouw Hennis Plasgaard? Kijk, het, het ingewikkelde hier is, is dat in zo'n Kamerdebat, en er waren ook heel veel oppositiepartijen, waren heel fel. Met de heer Osturk met zijn, zijn uitroep op, op dat het allemaal moord geweest zou zijn als, als absoluut dieptepunt. En dat de minister die het vuur aan de schenen gelegd heeft van hoe heeft dit kunnen gebeuren? wanneer is er gebeurd? Wie wist er ervan? Daar een antwoord op geeft, ja, dat is ook informatie geven die de Kamer vraagt. En ik herken me totaal niet in het beeld dat dit een lacke niet-debat geweest is. Sterker nog, het was denk ik het meest pittige debat van de hele week.